Was u ervan bewust dat u zelf beschikking heeft over uw... Jawel. Ja? Ja. Want ik heb nu ook gezegd, ik wil niet gereanimeerd worden. Want dat, ik ben eerder geopereerd in 2000. En toen ben ik erg ziek geweest, heb 5 weken in het ziekenhuis gelegen. En toen heb ik daar een klein beetje mee... dan lieten ze me een keer weer bijkomen en dan weer wegzakken. En dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik zei, dat wil ik niet weer. Ik ben nu al zover dat ik tegen mijn huisarts heb gezegd, ik wil niet gereanimeerd worden. Dus krijg ik weer zo'n aanval en het gaat niet goed. Nou, laat ze mij dan maar rustig. En toen zei die cardioloog ook nog, ik ben heel erg, ik was net op het nippertje dat ik in het ziekenhuis was, anders was ik er al niet meer geweest van januari. En nou ja, zo. Okay. Dat ze dan weten dat ik niet verder wil, als het niet meer kan. Mm-hmm. Okay. Het is wel heel moeilijk om te zeggen, maar ik meen het. Ja. Ik ga vanmiddag nog naar de schoonheidsspecialisten, dus ik ben nog niet zo ver. Kijk eens. Als het gaat over weigering van behandeling van een competent geweest patiënt, een patiënt die nog wist wat hij zei en wat hij opschreef, en die gewoon gezegd heeft, ik wil dat niet meer en ik wil dat niet meer, dan is dat zo absoluut, dan is dat gewoon een beslisrecht van de mentor. En dan zal de arts zich daaraan moeten houden en anders gaat hij voor tuchtrecht. Want dan houdt hij zich niet, echt dan houdt hij zich niet aan de vertrouwensrelatie die hij met zijn patiënt had. Namelijk goed luisteren, wat wil ze? En ja, als ze dat niet meer wil, dan heb ik niks meer. Dan moet je nog zorgen voor een goede verzorging, eventueel sedatie. Je moet dan nog blijven goed. Dat is ook moeilijk. Als je in de steek gelaten wordt door je patiënt, want zo voelen soms dokters dat, dan toch nog goed blijven verzorgen voor iemand. Terwijl je niet meer die behandeling waarvan je zelf denkt als dokter, dat zou ik moeten. Het is wel moeilijk, maar ja. Mocht een mentor dit advies hebben opgevolgd en duidelijk heeft gecommuniceerd, er is een zeer duidelijke wilsverklaring. Ja. Die de wilsverklaring in het stoppen van een bepaalde handeling duidelijk heeft omschreven in de geest, in het ego-document. En een arts weigert alsnog. Wat gebeurt er dan? See you in court. Kort geding, volgende week dinsdag. Dan moet een rechter maar kijken of hij de dokter gelast te staken, de behandeling. Zoals dat wel eens gebeurd is ook. Als een dokter zonder legitimatie doorgaat, hebben we gelukkig altijd nog een rechter die zegt, maar meneer de dokter, of maar mevrouw de dokter, waarom bent u nou toch steeds maar doorgegaan? Dat is wat deze burger, ook een Nederlandse burger, niet wilde. U bent maar doorgegaan alsof de wil van uw patiënt niet telt. Ik gelast u de behandeling te staken onder de voortzetting van goede verzorging. Nou, dan zit je als dokter. Dus dat is dan uiteindelijk, ik bepleit dat niet. Ik bepleit niet juridisering. Maar er moet wel wat veranderen. Want als iemand zegt, ik wil nu niet verder meer, of dat nou een non-reanimatieverklaring is of een behandelbeweging voor bepaalde typen van behandeling, artsen moeten daarnaar luisteren. Dat is echt beslissend. Maar je houdt een uitlegprobleem. Ik begrijp dus die dokters wel, maar ik begrijp ook dat de wetgever nu zegt, een beslisrecht. Als ik zeg, het mag niet meer, blijf van me af, ik heb het gehad, ik wil niet langer. En mijn mentor zegt dat na wanneer ik buiten Westen ben. Want zo'n verklaring, al die verklaringen gelden alleen als ik er niet meer bij ben. Hè? Als ik wilsonbekwaam geworden ben, als ik er namelijk gewoon bij ben, dan blijven die verklaringen blijven gewoon in het dossier. Hè? Want dan is het mijn actuele wil die voorgaat. Dus ik begrijp wel dat dokters het professioneel lastig vinden om zeg wat aan te trekken van die medische verklaringen, van vooral van die weigeringen behandeling. Toch is dat wel essentieel, want er wordt wel te veel behandeld. En dat kost niet alleen heel veel geld, maar het is ook vaak heel ontrouw aan de patiënt die gezegd heeft, ik wil niet meer verder, dokter, kun je me nu laten gaan?